Hallo, ik ben Sakke Willinga en ik wilde graag recht uit het hart iets vertellen over een reis die ik eens, nog niet eens zo heel lang geleden, heb gemaakt. En ik wilde eigenlijk niet eens vertellen over het reizen zelf, de reis, want dat is niet zo belangrijk. Zeker niet in mijn geval, omdat ik met de trein reisde. En wat is reizen met de trein? Dat is instappen, lekker gaan zitten en dat landschap aan je voorbij zien flitsen. En dat is ook tijd krijgen om te luisteren naar je hart. Te luisteren naar de liefde in je hart. Nee, wat mij bij het reizen veel meer interesseert, is de aankomst, de plaats van bestemming. Het reisdoel, zeggen ze wel eens met een mooi woord. Nou, wat die reis betreft waar ik nu van vertel, was dit mijn reisdoel. Dit, station Hilversum. Maar toen ik uit dat station kwam, wist ik tegelijk dat ik er nog niet was. Ik was nog niet waar ik wezen moest. En ik besloot verder te gaan, lopend, te voet. Want waarom heb je twee benen gekregen als je ze ook niet gebruikt? En ik ging verder en ik liet het station een beetje eenzaam achter. Ja, en als je dan hier zo in Hilversum loopt, alleen met je eigen gedachten, dan kan het wel eens gebeuren dat je even wegsuft. En zo, al suffend en lopend, was ik even de weg kwijt. Ik wist even niet meer waar ik was en een licht gevoel van paniek overviel me. Maar toen kwam daar een voorbijganger aan. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij, zeggen ze wel eens. En die redding was nabij. En die redding, dat was een ander mens dat daar aankwam. En ik vroeg die vreemdeling de weg en nu komt het. Die wildvreemde voorbijganger wist de weg. Nou, hoe vaak komen we niet anders uit als we de weg vragen? Komen we van een koude kermis thuis? Dan wonen ze hier al jaren, maar kennen ze de weg niet in hun eigen buurt. Maar nu was ik weer geholpen. Ik wist de weg en ik ging weer mijn weg. Met frisse moed. En met nieuwe liefde in mijn hart. Ja, en toen ik dit gebouw zag, wist ik, dit is het. Hier moet ik zijn. Dit is het einddoel van mijn reis. De NCRV-studio's, waar ik werd verwacht, want ik had weken van tevoren al een afspraak gemaakt. En ik werd ontvangen door een hele vriendelijke, beleefde NCRV-functionaris. En aan hem legde ik uit wat ik kwam doen, wat mijn voorstel was. Dat ik in mijn woonplaats zoveel evangelisatiewerk deed, vooral voor jongeren. En of ik dat ook niet eens op de televisie mocht doen. En toen zei die NCRV-man, dat is nou gek, want we zijn al voorzien. Net een dag daarvoor was er een man bij de NCRV-studio's gekomen met precies hetzelfde voorstel. En die man die had zo'n prettige indruk gemaakt dat ze hem meteen hadden aangenomen. En die man was Sipke van der Land. En de NCRV-man vertelde nog hoe moeilijk ze het hadden. Hoe ze moesten opboksen tegen die EO met een evangelist als Henk Binnendijk. Henk Binnendijk die zalen met duizenden jongeren boeiend kon toespreken. En familieprogramma's leidde met gezinsproblemen. Maar nu hadden ze hier bij de NCRV Sipke van der Land. En Sipke zou heel veel op het scherm komen. En toen ik na een uur hier weer de NCRV-gebouwen verliet, was ik blij. Blij omdat het werk werd gedaan. En of ik dat nou had mogen doen of Sipke, dat doet het dan niet toe. Als het maar wordt gedaan met de liefde in je hart. En zo ging ik weer terug. Terug naar het station. Ja, en toen ik hier weer terug was bij het station, was ik nog steeds blij. Want was deze reis nou te vergeefs geweest? Nee, want ik had het retour nog in mijn zak. Ik ging immers weer op reis. Ik ging weer met de trein. Ik was nog in beweging. En toen dacht ik, stel je nou eens voor dat ik wel bij de televisie was gekomen en niet Sipke van der Land. En er was over deze reis een film gemaakt. Wat had ik dan nu zo tegen het einde gedaan? En meteen wist ik het. Ik wist dat ik dan dit boek tevoorschijn zou trekken.
en een toepasselijke passage voorlezen. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En ik had het boek dichtgeslagen en terwijl de camera hier was blijven staan, was ik met opgewekte tred het station weer binnengegaan. En de muziek had geklonken tot het eind. Want dat is pas televisie die wordt gemaakt met liefde in het hart.